naamreview gaat fout. Hallo mensen van GamersB, welkom bij een nieuwe kanalenreview. En zoals je ziet heb ik nog maar 4 mensen. Dus wil jij nou hierin komen? Doe dan eventjes je best. Zeg gewoon je kanaalnaam in de beschrijving. En zo. Dan kunnen we nu klikken om te spinnen. Let's go. Wat gaat er gebeuren? En we zijn bij Nee. Oh, dat scheelde zo niet veel. Ik dacht echt, we gaan naar Malet Gaming toe. Maar nee, we gaan naar Genoeg Games. Ja, dit is een beetje lastig. Want degene die het heeft gezegd, die zei zijn kanaalnaam. Maar hij had met een ander kanaal gedaan. Dus, ik denk dat het de bovenste is. Maar omdat ik het niet zeker weet, wil ik het niet riskeren en ga ik dus maar een andere. Dus het spijt me Genoeg Games, maar zeg eventjes, bevestig eventjes of is het de eerste of is het de tweede. Zeg eventjes welk kanaal nou echt van jou is en dan doe ik volgende week, doe ik jouw kanaal. Ja, kanaalreview gaat fout. Oké, dan gaan we maar opnieuw spinnen. En wie wordt het nu? Wie wordt het nu? Het wordt Krop Sla Productions. Let's go. Dit is het kanaal en ik wil als eerste zeggen, leuke banner. Het zegt niet op zich, het zegt niet heel veel over jouw kanaal. Maar ik vind het wel leuk. Het is iets nieuws. Ja, oké. En ik zie je doet aan Twitter. Je zet je Steam en je Instagram. Wat ik zou doen is misschien nog Twitch als je dat hebt, maar dit is ook wel goed. En ja, ik denk dat ik bijna alle video's die hier staan heb ik gezien. Maar we gaan eerst eventjes naar afspeellijsten. Dat doe je trouwens goed, zie ik, want frustraties, reageren op comments, Q&A, kropsla. Dat doe je gewoon allemaal goed eigenlijk. Dus eigenlijk heb ik daar vrij weinig op aan te merken. Nou, kanalen doe je ook helemaal mooi. En Oh ja, dat doe ik ook altijd. Hallo YouTube, ik ben Juri, welkom op mijn kanaal. Ik upload reacties, commentaries, gameplay en soms iets anders. Kijk gewoon mijn video. Oké, let's go. Wow, ik klink een beetje schor of niet? Ik dacht, nee, het klonk net zo, maar we gaan naar de beste pranker van het universum. Ja, ik ken hem al, maar. Trouwens, dat intro is sowieso al goed, want ik weet niet of het werkt, want ik maak geen reacties, video's, ik weet het niet of zo, maar ik denk wel dat dat helpt, zo van, ja, je ziet dat ik gereageerd heb. Hey. Ik denk wel dat het helpt, dus Hopen maar. Hier. De laatste tijd heb je op YouTube veel fake prankers. En het is best moeilijk om fake en echt te onderscheiden. Maar toch heb ik de enige pranker gevonden die lekker gewoon zichzelf is gebleven. En dus echte content maakt. Vandaag is mijn eerste prank, mensen. Godverdamme, het is VVS gefilmd. Maar gelukkig is deze man een goede cameraman, dus dat compenseert wel weer. Hij is gelukkig wel echt supergoed in het filmen van zijn eigen neusgaten. Zijn camerawerk is zo goed dat hij het gewoon kan filmen met VVS en het alsnog alleen maar goed in beeld kan brengen. Respect daarvoor. Ja, laat ik maar gewoon beginnen. Je humor is echt geweldig, vind ik. Het is mijn humor. Sarcasme, top. Verbeteringen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Zelfs de gameplay is nog beter dan dat ik dan mijn gameplay, dus sorry, maar het is gewoon allemaal, ja, ik weet niet, het is gewoon eigenlijk allemaal goed. Ik heb hem niet geliked, zie ik trouwens, nu wel, ha, fuck yeah. Ik kan hier vrij weinig op aanmerken. Ik weet dat je hier komt voor tips, maar ik zit echt zo van, tips. Shit, waar is het? Ja,
Nee, ik weet het echt niet. Dus ik vind gewoon, ja, nee, ik heb echt geen tips. Ik zit gewoon nu te denken van, waar zijn de tips? Maar nee. Nou ja, hier trouwens, je kanalen heb je ook goed. Je hebt hier echt een hele lijst. Dat is goed. Grote, maar ook iets kleinere kanalen zie ik. Ja, het is gewoon eigenlijk allemaal, het ziet er keurig uit. Het is allemaal goed. Het is gewoon allemaal goed. Dus jongens, ja, dit is echt het beste kanaal dat ik gereviewd heb sinds nu, denk ik. Sinds hiervoor ook, maar tot nu toe bedoel ik. Dat is ook gewoon goed. Trouwens, leuke profielfoto. Ik snap de profielfoto, maar ik vind het wel dom. Oké, aan de ene kant snap ik het, maar ik vind het wel dom dat je niet met Serpent Gameplay op de foto bent gegaan. Sorry hoor, maar nee, ja, als ik jou was, had ik Serpent Gameplay foto gedaan. En ik dan. Maar oké, weet je. Ja, je bent ook gewoon actief op Twitter. Dus het is gewoon allemaal goed. Hierbij sluit ik de aflevering dan maar af. Jongens, vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog. Niet? Laat achter waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.